een nieuwe laptoptas ingekocht. Kijk, dat is deze. Hij is niet heel groot. Er kan wel een 15-inch laptop in, tenminste. Mijn 15-inch MacBook kan erin. Wat heb ik er allemaal over te vertellen? Hij heeft een handvat, dus je kunt hem zo dragen. Hij heeft van voren een vak waar je dingetjes in kunt doen. Hij sluit dus met magneetjes, maar het heeft de look van een gesp. Hier zit een lekker groot ritsvak. Hij is gevoerd van binnen. Hij heeft binnenin ook nog een ritsvak. En nou komt hij, lieve mensen, want ik heb deze rugtas weer laten maken, zodat je hem op twee manieren kan dragen. Kijk, er zit een hengsel aan. Die kan je hierachter verstellen. Kijk, hier kan je hem verstellen. Ik ga de juiste maten zet ik natuurlijk op de site erbij. Hier klik je de flap, aan de andere kant ook. Dan kun je hem op deze manier over je schouder dragen. Of op deze manier natuurlijk. En als je dat hengsel nou op deze manier doet, moet je eventjes stoeien dat het een beetje recht zit. Ik hoop dat het zo recht zit. Dan kan je het dus als rugzak dragen. En dat is ideaal voor als we straks allemaal weer naar kantoor gaan. Dan kan je lekker je laptop op je rug doen. Ik hoop dat die recht zit, Lins. Ja, het is op zich wel redelijk recht. Dat is mooi. Daar heb ik een talentje voor. Dus dan doe je lekker je rugzak op je rug met je laptop. Of natuurlijk gewoon om je schouder. Net wat je wil. Ik heb hem zo laten maken dat je er dus twee kanten mee op kan. Nou, hij is, even kijken of ik dat nog weet. Volgens mij was hij 35. Ik durf het ook eigenlijk niet meer te zeggen. Ik zet de maten erbij. Hij kost €85. Doet mee met de 3 halen, 2 betalen. En gratis verzending natuurlijk, hè.